Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een video van Caro's Kaartjes. Gisteren had ik laten zien deze kaart. En deze kaart gaf mij inspiratie voor deze kaart. Het is ongeveer dezelfde, alleen voor deze kaart heb ik de Wondrous Read Set gebruikt. En ik was zelf een beetje aan het uitvogelen hoe ik dit nu mooi netjes uitgestanst kreeg. En vandaar dat ik vandaag een video heb gemaakt voor jullie om te laten zien hoe ik het heb gedaan. En want dat is eigenlijk best wel simpel. En daarvoor hebben we de Wondrous Read Set nodig. En ik ga vandaag deze stempel met die combineren. En dan zou je dan, als je echt voor kerst wil gaan, zou je dus deze er nog overheen kunnen doen voor de besjes. Maar van ik ga dan nu werken met de bloemetjes, omdat ik het ook leuk vind om de Wondrous Read als bedankkaartjes of als lentekaartjes te gebruiken. Nu heb ik in mijn doosje de framelits er al bij gestopt. Ik heb zeg maar die grote plastic verpakking eraf gehaald. Maar ja, ik vind het wel handig, want het scheelt mijn ruimte en het is... Je hebt eigenlijk alles gelijk bij elkaar. Goed, dan gaan we beginnen. Ik heb nu de dichte blaadjes, die gaan we eerst stempelen. En nu zie je dat er aan die stempel zit een uitsteekseltje. En dat heb je aan de framelit zit ook een uitsteekseltje. En dit matcht met elkaar. Want als ik deze dadelijk op zijn kop heb uitgestempeld, dan past dit zo precies eroverheen om hem uit te stansen. Dat zullen jullie dadelijk zien. En deze, die we er straks overheen gaan plaatsen, die heeft ook weer zo'n uitsteekseltje. En dat geldt dus ook voor die besjes. Je kan ze dus allemaal, als je maar die uitsteekseltjes naar dezelfde kant houdt, kan je ze steeds goed over elkaar heen plaatsen. Dan haak ik even de eerste stempel beinkten. Nu heb ik mijn... stempel dus met het uitsteekseltje naar die kant gepositioneerd. Moet ik even goed onthouden. En dan stempel ik hem aan deze kant. Dat is 1. Ik werk vandaag in Coastal Cabana met Bermuda Bay. Een beetje een frissere combinatie. En ik stempel hem nog een keertje met het lipje. Naar de andere kant. Op deze manier kan ik in één keer twee keer op een snelle manier hem door de Big Shot halen. Zometeen. Zo, dan haal ik deze stempel, die heb ik even schoongemaakt, die haal ik eraf. En dan plaats ik nu die dichte blaadjes erop. Ook weer met dat lipje naar die kant. En dan pak ik mijn Bermuda Bay. Goed inkten. En dat is het leuke van die photopolymer stempels. Want je kan er doorheen kijken. En dan kan je precies zien waar die blaadjes moeten zitten. Moet je hem even goed mikken. Zo. Maar doordat je dat lipje hebt, heb je eigenlijk al een soort van... idee waar ze dan heen moeten. Zo, dat is 1. En dan gaan we dat nog een keer doen met die andere. En dan weer met dat lipje naar de andere kant. Kijk, want hier. Eventjes die goede blaadjes opzoeken waar ze bij horen. En dan voorzichtig even aanduwen. En voilà. Nou, dat was niet heel moeilijk. Wat ik dan zelf gisteren heb gedaan, is ik heb gelijk wat bloemetjes gestempeld. Zo. Ik denk dat mijn inkpad een beetje moet vullen. Even kijken. Dan pak ik mijn Big Shot erbij. Ik draai hem even een stukje terug. De plaat zit er nog in.
Nu had ik net mijn papier zo dat het lipje aan die kant zat, hè, want je ziet hier nog een beetje de inkt. Dus dat is ook wel makkelijk wat ik nu even geknoeid heb. En dan pak ik dus mijn frame lid met het uitsteekseltje naar de onderkant. En dat is het handige van de magneetplaat. Dan blijft het op zijn plek. Ik zal even kijken of ik het een beetje beter in beeld krijg. Zo. Kijk, en dan... Kijk hoor. Wacht. Ik heb hem denk ik verkeerd om. Ja, zie je het? Zo. En dan kan je hem dus precies zo... erop plaatsen. Nu heeft dat binnenkantje heeft ook een uitsteekseltje. En je ziet hier twee uitstekende blaadjes en die. En daar kijk ik eigenlijk naar, want het zijn die twee. En deze hier. En zo kan ik hem een beetje in positie brengen. En dan doen we hem door de Big Shots. Voilà. En dan nu de andere kant. Even kijken hoe die zit. Zo. Netjes aansluiten. Dat is ook weer zo handig van die magneetplaat. Je kan hem een beetje. En hij blijft eigenlijk meteen vastzitten. En die ook. Zo. En dan heb ik hier die bloemetjes. Die kan ik natuurlijk ook in één keer meenemen. Zo. En draai je maar. Nou, even kijken hoe die is gelukt. Dat is 1. En kijk. Helemaal netjes uitgestanst. En zo kan je dus met die bloemetjes erop ook weer een leuke krans maken. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze tip hebben. En ik wens jullie veel plezier met de Wondrous Wreath stempels. En nou ja, misschien dat je dit voorbeeld eens na kan maken. Ik heb hier een shakerkaart van gemaakt. Nou, ik zou zeggen, graag tot de volgende keer en tot stempels.